Moordstrookje. Het woord is afgelopen week verkozen tot woord van het jaar. Een zogeheten fietspad langs een drukke weg, vaak alleen maar afgebakend met een streep verf. Nochtans, er wordt wel degelijk geld opzij gezet om de fietsveiligheid te verbeteren. Een flink deel van het debat over de begroting afgelopen week ging over fietsinfrastructuur. Maar is het genoeg? En moet ook de regelgeving niet aangepakt worden? Ik vraag het aan meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, ik praat met Lode Sijsens, Vlaams parlementslid voor de CD&V en met Renaat Landuit, die voor de SPA in het Vlaams parlement zetelt. Allebei lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. Heren, allebei welkom in het programma. Lode Sijsens, Moordstrookje is verkozen tot woord van het jaar. Het staat ook in Vandalen. Een fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is. Wat vindt u van die keuze als woord van het jaar? Het zegt wel iets, hè, maar het leeft, tenminste bij mensen. Ja, ik moet zeggen, andere jaren als ik het woord van het jaar hoorde, dan moest ik daar wel eens mee glimlachen. Samson Sex vond ik bijvoorbeeld een hele leuke, maar dit jaar Moordstrookje, ja, daar is eigenlijk weinig om over te lachen. Maar het toont wel aan dat het onderwerp leeft bij de mensen. Natuurlijk leeft het onderwerp en daarom dat ik onlangs ook een conceptnota heb ingediend rond fietsveiligheid in het Vlaams parlement. Want ik denk dat fietsen één van de oplossingen van mobiliteit, van onze mobiliteitsproblemen kan zijn. Ik zeg niet dat fietsen alles zal oplossen, maar meer en meer mensen grijpen toch ook naar de fiets. Niet meer alleen om zich gaan te onthaasten, gelijk ze dat vroeger kwamen doen in het mooie Limburg. Maar vandaag wordt de fiets ook meer en meer functioneel gebruikt. Naar het werk, naar school. En inderdaad. Ja. En dan uit cijfers van het verkeersinstituut FIAS blijkt dat het aantal verkeersdoden wel afneemt, maar het aantal fietsslachtoffers blijft stijgen. Er is nog wel werk aan de winkel. Hè? En dan leeft het blijkbaar bij mensen als ze dit woord als woord van het jaar kiezen. Ja, want inderdaad, zelfs nog voor de cijfers van Vias heb ik daar ook al eens verwezen naar de cijfers van Stadbel. Hè? Voor Vlaanderen dan weliswaar. En waar inderdaad heel duidelijk blijkt, denk dat we op de goede weg zijn als het gaat over verkeersdoden en slachtoffers. Want daar hebben we inderdaad een daling. Maar we zien die daling niet terug vandaag bij de fietsers. En dat betekent dat van 2010 tot nu, dat het aandeel van de dode fietsers en de zwaargewonde fietsers in het totaal aantal doden en zwaargewonden, dat dat gestegen is van 20% naar 29%. Mensen fietsen ook meer natuurlijk, hè? Maar dat is geen argument. Er zijn ook meer auto's op de weg gekomen natuurlijk. Trouwens, safety by number, dat is een internationaal erkend principe, ook wetenschappelijk onderbouwd, dat precies zegt dat als er meer fietsers zijn, gaat eigenlijk de veiligheid toenemen, omdat de automobilist ook gewend wordt aan meer fietsers, meer rekening zal houden met de fietsers. Ja. Dus dat is eigenlijk geen argument. Ja. We gaan straks over die conceptnota hebben. Renaat Landuit, wat vindt u van die keuze? Het leeft blijkbaar toch hebben mensen als Moordstrookje, als, en ik weet dat in het Vlaams parlement er op een gegeven moment wel wat rond te doen was. Nu, alibi fietspad had ook gekund, zegt de Fietsersbond. Het duidt natuurlijk wel op een bezorgdheid bij de bevolking niet? Het is een zeer helder woord, zoals ook Samson Sex wees op een probleem dat er was, maar op een ander vlak. Maar het was eerder een oplossing, maar goed. Ja, maar dus inderdaad, maar het wees op een maatschappelijk fenomeen en ook hier, woordstrookje, je kunt het niet zo goed uitvinden. Dit is de kern van de boodschap als het over fietsbeleid gaat. Ja, en als steeds meer mensen de fiets nemen, zo blijkt ook uit cijfers, dan voelen meer mensen zich aangesproken. Ja, maar het woord is zodanig sterk omdat het het beeld geeft van een mobiliteitsbeleid dat er is voor de auto, voor de veiligheid van de mensen in de auto, maar die de rest vergeten. Dus de prioriteit alleen al in de mentaliteit, maar ook in alle beleidsbeslissingen, en eigenlijk de laatste jaren nog een beetje extra benadrukt, is prioriteit doorstroming op een veilige manier voor de auto's. Ja. En de rest is bijzaken. Dus dit is het woord met een zeer krachtige boodschap van we moeten ervoor zorgen dat er nog een strookje overblijft voor de auto, ja, u noemt maar veiligheid voor de fiets. U noemt het bijzaak. Deze week tijdens de bespreking van de begroting voor volgend jaar is een hele poos gegaan over fietsinfrastructuur. Heeft N-VA minister voor mobiliteit en beleid gezegd, ja, de investeringen zijn ook nog nooit zo hoog geweest. 110 miljoen euro dit jaar, 120 miljoen volgend jaar, je kan dan toch moeilijk blijven volhouden dat er niks gebeurt. Ja, maar je ziet het niet op straat en blijkbaar ook niet echt in de rekeningen, want het Rekenhof heeft vorig jaar nog gezegd, ja, maar waar is dat? Je zegt dat wel. Het Rekenhof heeft gezegd, als we aan dit tempo investeren, dan duurt het tot 2050, ja, omdat boven lokaal fietsnetwerk. Omdat ze die 100 miljoen ook niet vinden. Ze vinden het bedrag niet. En dus het is
is een klein beetje fake. Communicatie. Bent u nu al zeggen, dit staat in de begroting, maar het wordt niet uitgegeven? Het staat ergens in de begroting en het wordt niet uitgegeven en het is zelfs niet duidelijk hoe dat het allemaal samengesteld is. En dus kun je ieder kruispunt in de begroting steken voor fietsbeleid, omdat er wel een fiets zal passeren op dat kruispunt ook. Ja, dus en dus wat mijn basiskritiek is, dat men vooral zorgt voor een doorstroming en als het even kan veilig, maar dan in eerste instantie voor de auto. En dus letterlijk heeft men strookjes weggehaald, met name de gekleurde strooken, heeft men op de ronde punten weggehaald, letterlijk weggehaald, omdat de fietsers zich te veilig zouden vinden en dat de doorstroming van de auto's te traag was. Ja. Nu, Laurens Sijsens, dat is natuurlijk wel een forse uithaal naar de regering waar uw partij deel van uitmaakt. Het is begroot, maar het wordt niet uitgegeven. Sta mij toe om te zeggen van ik zit hier niet om een zwarte piet te gaan door te schuiven aan elkaar. Ik zit hier omdat ik cijfers zie, maar ik zie dat we het goed doen als het gaat over het aantal verkeersdoden. Ik vind dat we het beter moeten doen als het gaat over fietsdoden en fietsongevallen. Daar is inderdaad een hoog budget, hè, 110 miljoen euro. Goed wordt het uitgegeven. Ik zie in de praktijk zie ik dat we deze legislatuur nog maar 800 kilometer fietspaden gerealiseerd hebben, waar dat vorige legislatuur 1750 kilometer was. Dus het gaat niet alleen over budget, het gaat ook over realiseren en over kunnen realiseren. Ik hoor de minister in het parlement zeggen, die 800 kilometer zijn natuurlijk in omgevingen aangelegd waar het bijzonder moeilijk is om fietspaden aan te leggen in het veld, op platteland. Fietspaden aanleggen is minder moeilijk. Maar goed, ik vind vooral dat we moeten zorgen dat we er meer aanleggen in de toekomst. Laat mij daar duidelijk over zijn. En dan denk ik dat we daar meer middelen voor nodig hebben. Dat moet nog meer dan vandaag zijn. Ik denk dat we dan naar 200 miljoen moeten gaan. Die voorrekening van het rekenhof, die mogen we niet langs ons natten neerleggen. Dat mag nooit zo lang duren voordat boven lokaal... Heeft de fractieleider ook gezegd in de begrotingsbespreking? Ja, dat klopt. 200 miljoen. Dat kan niet. We moeten daar vooruit. Maar langs de andere kant ook onze methodiek. We hebben nu op de ruimtelijke processen voor vergunningen en dergelijke hebben we ingezet. Wat in de aandacht van die fietspaden vandaag volgens mij nog duidelijk te traag gaat, dat is bijvoorbeeld het overgaan tot ontdijgenen. Ja, daar wil ik het straks over hebben, want dat staat ook in die conceptnota van u. Absoluut. Maar eerst het principe van die conceptnota. Ik heb eens moeten opzoeken wat een conceptnota in parlementaire kringen dan is. En ik lees op de website van het Vlaams Parlement. Die nota beschrijft de huidige regelgeving voor een bepaald probleem of signaleert dat er een gat is in die regelgeving. Zegt u nu, omdat u die nota heeft geschreven, regering, jullie werk is niet goed gedaan, we moeten bijsturen? Collega Landhuit heeft in de commissie gezegd, heeft zelfs letterlijk gezegd dat ik die conceptnota eigenlijk misbruikt heb. Want hij zegt, gaat eigenlijk een conceptnota is voor een aanzet te doen voor wetgevend werk. En goed, dat wil ik dan inderdaad voor mij nemen, want wat ik hier vooral heb willen doen is een heel krachtig signaal geven van kijk, die cijfers, die zijn vandaag, we moeten daaraan gaan werken. En die conceptnota is voor mij een aanzet om verder op door te zetten. Dat is wel een digitaal werk? Ik denk dat dit vooral moet gaan uitmonden in bijkomende middelen, maar ook in middelen van uitvoering. Decretaal nog niet zo meteen. Het gaat vooral over uitvoering in dit geval. Op de voorpagina van de conceptnota staat regelgeving. Dan denk ik aan decreten. Ja, inderdaad. Dus als u mij daar vandaag zegt van kijk, u hebt die conceptnota daar min of meer misbruikt, zoals collega Landuit. Goed, dan wil ik dat rustig voor mij nemen. Ik ben alleszins in mijn opzet geslaagd, denk ik, om met die conceptnota het probleem nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen. Ik denk dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Meneer Landuit, als ik u hoor zeggen, van kijk, er wordt te weinig gedaan en er wordt een aanzet gegeven door middel van een conceptnota, dan bent u daar blij om? Ik vind dat die conceptnota is eigenlijk een fantastische protestnota geweest. Enfin, fantastisch is verkeerd gekozen woord. Collega Seysen gaat in op de inhoud en heeft gelijk. Dat is het wat we moeten bekijken en stelt vast dat ondanks de grote woorden rond 100 of 120 miljoen per jaar, dat het eigenlijk in de praktijk niet functioneert. En hij heeft een paar richtlijnen aan. Richtlijnen die door de Vlaamse administratie eigenlijk gegeven worden aan alle gemeenten, maar die zich op zichzelf niet toepassen. Dus de kracht van deze protestnota is juist dat men zegt, neem nu eens een beleid vanuit de fiets. Wetende dat in de toekomst en in het heden er steeds meer fietsers zijn. Dat blijkt uit alle cijfers. En dat dat wellicht ook de toekomst is om fileleed te vermijden als we dat goed organiseren. Maar staat dat niet in die conceptnota? Dit staat de punten daar. Er staan heel veel aanbevelingen in. Het is een beleidsnota, want dus veel decreten moet je niet veranderen. Je moet alleen vragen aan de minister en aan de regering van wat je
bij monden met uw 100 miljoen herhaling iedere keer zegt, moet je in de praktijk brengen. En je doet dat door in eerste instantie te meten om te weten. En dan doe je cruciaal bepaalde keuzes. En een basiskeuze is dat men, en dat permitteer ik mij om wel deze legislatuur te verwijten of deze regering te verwijten, men heeft een basiskeuze gemaakt van die files, herinner u, in de campagnes voordien, 5 jaar geleden. Het probleem was altijd die files. Ze zijn nu verlengd, dus naakjes, ze zijn nog erger, maar dat is men vergeet dat. Maar het ging over die files. Men komt met een beleidsnota die zegt van we gaan voor doorstroming en we gaan bijkomend zorgen dat het veilig gebeurt. En op de kruispunten zorgt men voor een vlottere doorstroming en een lagere veiligheid voor de fietser is de praktijk dat we nu vaststellen. Het is de fietser die moet wachten tot de auto gepasseerd is voordat hij veilig kan oversteken. Je zou ook kunnen vertrekken vanuit de gedachte van we gaan een fietsbeleid voeren van we gaan de auto doen wachten opdat de fietser veilig zal kunnen doorgaan om te bewijzen dat je met het fietsen verder geraakt dan vandaag. Ja. En dus het gaat eigenlijk over uw beleid consequent tot in de laagste regionen van uw administratie te gaan doorvoeren. Om daar de overtuiging door te voeren dat fietsen blijkbaar dan prioriteit moet zijn. Om in te pikken op die onteigeningen, dat is inderdaad een opvallende passage in de conceptnota. Want goed, het Rekenhof koppelt de snelheid van uitvoering aan budgetten, maar u koppelt het ook aan procedures. Die onteigeningen moeten sneller kunnen. Ik vind dat men daar sneller moet gaan. Ik ken praktijkvoorbeelden van fietspaden waar dat gemeentes zelfs voor opgegaan zijn. Hè? Nog destijds met de module 13, waar de gemeente gaat onderhandelen met de eigenaars over een heel tracé. Heel veel mensen werken mee, maar er zijn 3 of 4 eigenaars die niet meewerken. Ik ken voorbeelden van dossiers die al van 2014 bij Vlaanderen liggen. Want Vlaanderen moet dan onteigenen, waar men dan toch nog probeert om die mensen te overtuigen. En daar vind ik niks mis mee, dat er nog een extra gesprek is. Maar op een gegeven moment moet men durven zeggen van kijk, hier primeert het algemeen belang. Sorry meneer of mevrouw X of Y, wij gaan hier verder, wij gaan hier onteigenen. En wij gaan verder doen. En op welke manier wil u dat versnellen? Dat vraagt wel wetgevend werk. Daar is geen wetgevend werk voor nodig. Alle wetgeving ligt daar voor handen. Het is gewoon een kwestie van op een gegeven moment te zeggen, dit is vanuit de administratie. Het is een kwestie van mentaliteit, hoor. Ja, maar goed, voert de onteigening voor de grote projecten voert men vlotter uit dan kleine onteigeningen die een heel fietspad, een heel fietsroute blokkeert. Maar goed, wat zegt de jurist Renaat Landuit? Moeten procedures, wetten en decreten de burger niet beschermen? Moet je daar gaan aan morrelen? De huidige decreten beschermen de burger. Dit is niet het probleem. Maar goed, als ik sneller kan onteigend worden als burger, ja, kan vlotter gebeuren, dan voel ik mij misschien bedreigd. Wat hier aangeklaagd wordt, is dat men niet begint aan de procedure van de onteigening, maar dat men rustig verder praat met de mensen en dus dat één koppige persoon heel zijn straat aan het blokkeren. Dus je bent het eens dat onteigeningen sneller moeten gebeuren. Maar u wou daar nog iets aan toevoegen? Ik wou nog even inpikken op de kruispunten waar meneer Landuit het daarnet over heeft. Want dat vind ik een hele cruciale in het hele verhaal. Voor ons is dat heel duidelijk. Voor ons geldt het stopprincipe. Hè? Dat moet voor ons gehandhaafd blijven. Samengevat, stopprincipe? Dus eerst het stappers, trappers, openbaar vervoer, personenwagens. Maar wat daar heel cruciaal in is, is de aanpak van zwarte punten natuurlijk. En ik ben daar heel tevreden. De minister heeft daar gehoor gegeven aan mijn oproep. In het verleden werden daar punten gegeven voor slachtoffers per kruispunt. Dus een dodelijk slachtoffer woog zwaarder door als een zwaar gewond slachtoffer, als een gewone gewonde. Samengevat, die punten waren nodig om een lijst te maken van welk punt moeten we nu het eerste. Nu was het in het verleden zo dat fietsers, dat die nog eens 50% hoger werden ingeschaald. Dus samengevat, een kruispunt waar veel fietsers als slachtoffer vallen, dat werd sneller aangepakt. Daar is men van teruggekomen. De minister heeft op een gegeven moment gezegd van kijk, als iemand nu verongelukt met de wagen of met de fiets, dat is evenzeer een dodelijk slachtoffer, is voor mij even tragisch. Daar geef ik de minister volledig gelijk in. Alleen uit minimale klinische gegevens leren we dat fietsongevallen veel minder geregistreerd worden dan auto-ongevallen. Één zwaar gewonde fietser geregistreerd. Uit minimale klinische gegevens kunnen we detecteren dat betekent eigenlijk 5,5 zwaar gewonde fietsers in de ziekenhuizen. Goed, de minister heeft toegevingen gedaan. De minister heeft op dit vlak nu gezegd van ik ga professor Breijs een studie laten doen of een voorstel laten doen om die fietsers
om die kruispunten voor die fietsers sneller aan te pakken. Wel, dat vind ik goede stappen in de goede richting. Daar hebben we geen bijkomend budget voor nodig. Op dat vlak een ander voorbeeld is Vierkant Groen. Ja, daar is nu een pilootproject. Blijkt lang niet voor alle kruispunten van toepassing kunnen Vierkant zijn. Vierkant Groen, wat betekent groen licht voor fietsers en voetgangers op hetzelfde moment van waar ze ook komen? Ja. En op dat moment kunnen zij het kruispunt oversteken en daarna komt pas het gemotoriseerd verkeer. Zolang niet voor ieder kruispunt van toepassing, maar waar het kan, kan het een oplossing bieden. Nu, wat trouwens die onteigeningen betreft, ik ga de minister nog eens citeren tijdens de bespreking van de begroting deze week. Ik hoop dat daarmee ook de vaste wil en ambitie gepaard gaat om de procedures te herzien, zowel bij de onteigeningen als het justitieel aanvechten van beslissingen tot investeringen in infrastructuur, met andere woorden. Hij heeft jullie blijkbaar toch gehoord en daar bent u dan tevreden mee? Absoluut. Ja. Nu, je moet als overheid natuurlijk ook heel wat partners meekrijgen. Marino Keulen van Open VLD heeft ze opgesomd in het parlement. De Vlaamse Milieumaatschappij Aquafin als het gaat om riolering, het agentschap Wegen en Verkeer voor de Wegen, de gemeente of de stad voor die onteigeningen dan. Goed, als je zoveel partners moet meekrijgen, dan is er misschien op een bepaald moment, jullie hebben allebei ervaring als burgemeester, u nog een paar weken, ja, dan moet je al die partners samen krijgen en is coördinatie misschien nog meer nodig dan vandaag het geval is? Ja, maar Moes, ik ben ook Vlaams minister geweest en dus de moraal van het verhaal is dat je daar een paar Vlaamse administraties hebt die naast elkaar zitten. En daar wordt dan de burgemeester geconfronteerd die zijn administratie heeft met een paar administraties, niet één. En dus het grote coördinatieprobleem zit wel op Vlaams niveau. Het zijn die Vlaamse administraties die duidelijke richtlijn moeten krijgen. Wat is nu het belangrijkste in wat we aan het doen zijn? En hoe willen jullie dat oplossen? En daar is het kwestie van dat men van hogeruit de duidelijke richtlijn heeft. Dit is nu de prioriteit. Vandaar dat er is een richtlijn gegeven van prioriteit is doorstroming van auto's. Dit is de prioriteit van de afgelopen jaren. En alle administraties hebben dat begrepen. En daar boet de fietser mee in. Ja. Het grootste symbool blijft voor mij die kruispunten vroeger. Herinner u de ronde punten vroeger? Daar was een kleur rond gevoegd van fietspaden, fietsstroken, dat men noemde. Men zag waar de fietsers zijn gekomen. Men heeft dat systematisch weggehaald, omdat dat enerzijds voor de auto storend was en anderzijds een te groot veiligheidsgevoel gaf aan de fietser. Terwijl, goed, als het een vals veiligheidsgevoel gaf, ja, zijn ze dan niet terechtgehaald? Ja, maar dat is de stelling. Dus, voor mij is het nooit een vals gevoel als je ervoor zorgt dat de fietser rustig kan fietsen. Ja, en dus veiligheid van een kruispunt, de beste toetssteen voor de veiligheid van een kruispunt is de veiligheid van de fietser. Ja. Als het veilig is voor de fietser, zal het ook veilig zijn voor de auto. En dus wat mijn grootste punt is, is dat er richtlijnen duidelijk gegeven moeten worden vanuit de Vlaamse overheid. Dit is nu de prioriteit. Ja. Heeft u die ook al van mening, kleine, klopt dat? Ik verschil van mening met collega Landuit over de kleuren en over de strookjes. Ik denk dat we daar heel voorzichtig in moeten zijn. Het is soms een gemakkelijke oplossing om inderdaad te kiezen voor kleuren, om een fietssuggestiestrook aan te leggen, maar inderdaad de fietser het gevoel geven van kijk, rij hier maar over, daar kun je veilig fietsen, terwijl hij eigenlijk op geen enkele manier beschermd is, vind ik dat ook een onveiligheidsgevoel kan creëren. Ik vind dat we daar heel erg voorzichtig in moeten zijn. Daar heb ik dus beter voorkomen en de fietsstroken weglaten, de fietsers. Ja, voor wat betreft het coördineren, denk ik dat de gemeentebestuur wel ook heel degelijk een rol kunnen spelen. Ik zelf ben burgemeester van een gemeente waar we nogal wat de vroegere module 13 hebben afgesloten, waar we als gemeentebestuur zelf met de inwoners zijn gaan spreken, gronden aangekocht, fietspad gerealiseerd en uiteindelijk aan Vlaanderen overgedragen en terugbetaald gekregen. En ik zie daar inderdaad, als je met de verschillende, met Aquafin en dergelijke, moet gaan samenwerken, dat niet vlekkeloos loopt. Maar ik heb toch ook het gevoel altijd gehad dat je daar als burgemeester een coördinerende rol kunt spelen, die mensen rond de tafel kunt brengen en het probleem kunt oplossen. Voor mij blijft de bottleneck in dat heel verhaal de onteigeningen. Waar je als gemeente om een keer vaststelt van als we het onderhands niet aankopen en Vlaanderen moet gaan onteigenen, dat je veel te lang moet wachten. Goed, ik heb dus begrepen dat iedereen, zowel meerderheid als oppositie, vindt dat die onteigeningen vlotter moeten kunnen gebeuren. De minister zegt dat hij dat ook wil gaan doen. Iets anders wat misschien ook een update vraagt, is dat zogeheten fiets wat in Mecum, dat beschrijft hoe een fietspad er moet uitzien, minimale breedte en zo. Nu, die fietsen van vandaag zien er ook niet meer uit zoals fietsen van 10 jaar geleden. Er zijn elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen ook. Sommige jonge ouders met een fietskar. Moeten de fietspaden niet aangepast worden aan de norm van vandaag?
Ik denk dat de toekomst en ook het groter gebruik van fietspaden... Anders uitgedrukt moet dat van de Meekum aangepast worden. Ja, goed. Fiets van de Meekum, als we het fiets van de Meekum van vandaag vergelijken met vroeger, dan is dat ook natuurlijk mee geëvolueerd met de noden van fietsers. En dat zal bij deze ook zo moeten zijn. Ik vind het alleszins een nuttig instrument. Maar één ding in dat fiets van de Meekum zou ik wel willen aanhalen. Dat is dat voor mij daar de veiligheid van de fietser ten alle tijden... moet blijven. Goed, dat creëren. Hangt samen met breedte natuurlijk. Hè? Dat hangt niet alleen samen met breedte. Ik wil u een voorbeeld geven. Dat is volledig ambtelijk ontwikkeld. Ik heb de minister daar ook al een aantal keer over aangesproken. Een lichtplan. Hè. Men heeft gezegd van kijk, fietspaden die verder dan 10 kilometer van een stedelijke kern zitten, die mogen niet meer verlicht worden. Ik vind dat dus een jammere zaak. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het ermee eens dat we inderdaad verlichting een stuk moeten beperken. Maar in deze tijd is het perfect mogelijk om een fietspad te verlichten vanaf het moment dat een fietser passeert en het terug laten uit te doven. Maar fietspaden zomaar onverlicht laten, wel, ik denk niet. Uit het fiets-DNA-beraad, daar kwam onder andere dat 4 op de 10 ouders het te onveilig vinden om hun kinderen naar school te laten fietsen. Stuur uw dochter van 14 of 15 inderdaad in december maar eens om 5 uur over een fietspad dat totaal onverlicht is. Dat wil je als ouder natuurlijk niet. Dus op dat vlak denk ik wel dat we bijsturing moeten doen. En de fiets van de Meekum ook voor bijsturen? Ja, veiligheid moet daar prioriteren van mij. Fiets van de Meekum bijsturen, want we fietsen niet meer zoals 10 jaar geleden. We gebruiken andere voertuigen. Nee, ik denk dat dat ook echt nodig is. En ook in het kader van het indelen van de wegen moet men de ondergeschikte wegen, moet de ruimte voor de auto verminderen en moet dat toegekend worden aan fietsers en voetgangers. En dus ook rekening houden met het feit dat er bredere voertuigen onder de fietsen zijn. Dit is een noodzakelijk kwaad dat men moet onderhandelen. Dus zo'n Van de Meekum is een richtlijn. Groen pleit ervoor om dat verplicht te maken. Van de Meekum in de praktijk, voor wie behoorlijk beleid wil voeren en ook zijn verantwoordelijkheid neemt in zaken goed, veiligheid, afwijken, die volgt het Van de Meekum. Dus, het hoeft voor u niet verplicht? Nee, omdat onderschat niet het gewicht reeds nu van de Vlaamse administratie op het gemeentelijk beleid. Op ieder stap dat je wilt zetten, moet je bij manier van spreken al verantwoorden. Ik mag me niet voorstellen dat je, ondanks het feit dat je verkozen bent, niks meer mag doen omdat je het Van de Meekum moet volgen. Ja, we zeiden dat vorige week ook, hè, in Studio Vlaams Parlement, laat het aan de lokale besturen om in te schatten in welke mate men kan afwijken eventueel. Men moet daar niet te snel gaan afwijken natuurlijk. Men moet niet te snel gaan zeggen, kijk, we moeten hier een paar voortuintjes onteigenen en die mensen die gaan daar niet mee akkoord gaan. Maar op sommige momenten is het gewoon procedureel onmogelijk om een fietspad aan te leggen. Ik denk bijvoorbeeld aan huizen die echt tot bijna tegen de weg gaan liggen, waar je onmogelijke ruimte hebt, of waar het een onbegonnen zaak is om zoveel huizen gaan te onteigenen voor een fietspad. Ja, dan kan het soms nuttiger zijn om dan toch een iets minder kwaliteitsvol fietspad aan te leggen, maar tenminste een aan te leggen, eerder dan daar te zeggen van ja, het gaat niet en daar te blijven zitten. Maar het moet een richtlijn blijven, maar dus nooit afwijken samengevat. Ja. Iets anders nog, sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op autostrades, hoor je vaak burgemeesters klagen over een toename van het zware vrachtverkeer op lokale wegen, omdat die vrachtwagens die heffing niet willen betalen en dan binnendoor gaan rijden. Komt wellicht een kilometerheffing ook voor personenwagens? Ja, dat belooft voor de toekomst natuurlijk op die lokale wegen. Hoe gaan we dat verzoenen? De wegen zullen vol met kassa staan, als ik het begrepen heb. Dus ik denk dat... Hoe gaan we dat verzoenen met fietsers, hè? Nee, maar dit is effectief een probleem. En dus men gaat gemeentelijk moeten kijken welk verkeer er effectief nog door mag en hoe men het kan controleren. Zoals men de kilometerheffing kan controleren, gaat men ook nu het hoeken afsteken van vrachtwagens nog meer moeten controleren. En dat is effectief een echt probleem, omdat je bijna in iedere straat een politieman moet aanzetten. Dus men gaat daar effectief ook iets moeten opvinden met camera's, met automatische camera's en hoge boetes om een tegenwicht te vormen ten opzichte om te ontraden, om een tegenwicht te zijn tussen de besparing van de kilometerheffing, zou men eigenlijk dubbel als boete moeten terugkrijgen. Ja. En dit is technisch binnenkort mogelijk. Ja, wordt u daar in Aalsbergen ook mee geconfronteerd? Vrachtwagens die autostrades vermijden om die kilometerheffing niet te moeten betalen en dan in Aalsbergen passeren? Ik denk dat dat bij ons nogal meevalt, maar goed, ik zit hier als Vlaams parlementslid en ik heb die bemerking van heel veel burgemeesters gekregen. We hebben dan ook aan de minister gevraagd om een evaluatie te doen en een bijsturing te doen en die is inmiddels ook gebeurd. Er is ook een eerste bijsturing gebeurd op dat netwerk. Wat vindt u van het voorstel van Renaat Landuit? Hoge boetes, waardoor de besparing ongedaan wordt gemaakt? Ik denk dat je in eerste instantie moet je
netwerk verder evalueren en verder afstemmen, zodat je daarmee al ontraadt dat men de bijkomende sluiproutes gaat zoeken. In een volgend stadium, dat is trouwens iets waar ik ook al voor gepleit heb, denk ik dat we inderdaad in een nieuwe maatschappij moeten we ook de nieuwe middelen gaan gebruiken. En op dat vlak kunnen camera's naar de toekomst veel meer gaan betekenen. Kunnen we die ook veel meer op elkaar afstemmen. Hè? We hebben vandaag ANPR-camera's in het straatbeeld voor de veiligheid. We moeten kunnen zorgen dat we die ook voor het verkeer kunnen gebruiken. Voor snelheid, maar inderdaad ook voor sluipverkeer. Voor tonnagebeperkingen te handhaven en dergelijke meer. Daar gaan we inderdaad met camera's moeten gaan werken. Ja. We hebben nog 2 minuten die conceptnota om daar eens op terug te keren. Die ligt daar nu. Mm-hmm. Wat zijn nu de volgende stappen die ermee moeten gebeuren? Wel, ik heb in onze conceptnota alleszins. Ik heb bij het bespreken van onze conceptnota heel veel bijval gekregen, denk ik, vanuit alle partijen over. Het statement dat ik heb willen maken, dat we daarbij op willen inzetten. En ik denk dat dat nu een oplossing moet zijn die uit vele formules bestaat. Dat moet maar u gaat er blijven achter zitten? Wij gaan erachter zitten. Voor ons moet dat budget omhoog naar die fietspaden toe. Maar er zullen ook middelen. Of ja, budget omhoog, de Fietsersbond vraagt 500 miljoen euro. Ja. Dat is nog een pak meer dan die voor de Bologna 200. Wij zouden er liefst natuurlijk nog enkele honderden miljoenen euro bij doen. Hè? Ik bedoel, maar goed, om een keer is men beperkt in financiële middelen. Ik denk als men het alles kan verdubbelen, dat dat een hele stap vooruit is. En dat we er dan ook op toezien. Dat we die middelen snel en efficiënt kunnen inzetten. Ik blijf daar zeggen dat de onteigeningen, die zouden nog sneller moeten vooruit gaan. Die moeten er sneller komen. Dat punt heeft u gemaakt. 500 miljoen euro vraagt de Fietsersbond. Haalbaar? Maar de boodschap is eigenlijk, het zit niet in het bedrag van het budget, het zit in de praktijk. Hoe pak je het aan eigenlijk, bij manier van spreken? Hans, het wegenbudget mag een fietsbudget worden voor mij apart, omdat het de prioriteit dat men moet stellen van veiligheid voor de fietsers, want de toekomst is aan de fietser. Dat weten we nu in alle steden en gemeenten weet men dat met de fiets alles vlotter kan gebeuren. En men moet dit beseffen, en dat is de waarde van deze protestnota, genoemd conceptnota, is dat men het punt op tafel heeft gelegd. Men kan vanuit het Vlaams parlement niet meer zeggen dat er een goed fietsbeleid gevoerd is geweest. Men weet nu hoe men een beter fietsbeleid kan voeren. Goed. En dat is de verdienste van deze nota. Het ligt op tafel. De parlementsleden kunnen ermee aan de slag. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, Renaat Landuit van de SPA, Laurens Sijsens van CD&V. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Dit was de laatste van dit jaar 2018. Geniet van de feestdagen. We zien u graag terug in 2019. Dag.